Op 4 december 2019 tekenden de besturen van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland en de GOR Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsovereenkomst met als doel de diensten van hun organisaties robuuster en efficiënter te organiseren. De start van de samenwerking viel in een periode met forse uitdagingen. Eerst lag daar de financiële opgave voor de brandweerzorg in Flevoland en vlak daarna de coronacrisis. Deze laatste vraagt een grote inzet van alle betrokken organisaties. Tegelijkertijd bemoeilijken de coronamaatregelen de voortgang op de implementatie van de samenwerkingsovereenkomst. Een startende samenwerking vraagt immers om intensieve contacten. We praten met de hoofdrolspelers over de samenwerking, de resultaten en wat de toekomst moet brengen. Het was volgens mij in de brandweerkazerne in Hilversum dat de SOC werd ondertekend. Niet dat de samenwerking toen begon, maar wel een belangrijk moment waarin we ook bestuurlijk de ruimte kregen om nog een paar extra stappen te zetten in die samenwerking. Samenwerken, dat deden we al als het gaat om brand, maar als het gaat om het delen van ondersteuning, het delen van specialismen, dan deden we dat nog in beperkte mate. En daar hebben we nu veel meer mogelijkheden en ruimte voor gekregen. Het is natuurlijk spannend, want op het moment dat je de samenwerkingsovereenkomst getekend hebt, betekent natuurlijk ook dat je de volgende fase ingaat, namelijk het doen met elkaar. Het bestuur heeft een hele duidelijke opdracht gegeven wat onze opdracht zou moeten zijn in de uitwerking van de organisatieondersteuning. En wat Kamla en ik nu aan het doen zijn, dat is dat de organisatieondersteuning nu ook echt planmatig vorm moet gaan krijgen. Dat staat nu in de stijgers om daar verder vorm aan te geven. Wij hebben ons eerst gefocust op de bestuursondersteuning en nu gaan we de vervolgstappen zetten. Feitelijk is het zo dat wij al jaren te klein zijn, los van elkaar als regio. We zijn de twee kleinste regio's van het land en samen zijn we net groot genoeg. Dus dat is gewoon heel belangrijk dat we gaan samenwerken. Het is een mooie opdracht voor mij om de samenwerkende teams binnen bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk neer te zetten. Ik was eerst directeur brandweerzorg in Flevoland en nu ben ik ook directeur brandweerzorg in Gooi en Vechtstreek. Dus mijn scope is veel breder geworden over twee regio's. De GOR heeft een iets ander verleden dan de andere onderdelen van deze samenwerking. Dus we werken al heel veel jaren samen. We hebben het moment genomen om weer goed te kijken naar ons toekomstbeeld. Maar ook te kijken op welke manieren kunnen we nu nog meer met elkaar gaan samenwerken. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat de corona daar natuurlijk wel een behoorlijke impact op heeft gehad in de tussentijd. Want in januari starten we met 1-jaarplan en in februari startte COVID. En die gooide natuurlijk het jaarplan wat we gezamenlijk wilden uitvoeren wel behoorlijk in de war. Dit is waarvoor we ook zijn natuurlijk. Er komt een crisis. Dus hoe doe je dat dan? En hoe doe je dat dan met elkaar? En ik denk dat in die coronaperiode ook wel duidelijk is geworden dat we het samen goed kunnen. En dat er ook gewoon best wel dingen zijn waarvan we niet bedacht hadden dat we dat al meteen moesten gaan opnemen in de uitvoering van de samenwerking. De reguliere dingen die we normaal deden in de voorbereiding op een crisis, die hebben we natuurlijk dit jaar niet uitgevoerd. We zijn in crisis geweest. En dat heeft ons een heel veel ervaring gebracht die we nu mee kunnen nemen naar de toekomst. Hoe graag ik ook zou willen dat we hier zo snel mogelijk uit deze film kunnen. Ik had liever geen corona gehad, laat dat helder zijn. Maar het is wel zo dat als zoiets langskomt, dat je het dan wel als kans kan gebruiken om tot een versnelling te komen. Er is nog een versneller geweest en dat is de meldkamer. Daar hebben wij op dit moment een calamiteitencoördinator weten te realiseren. Dat is eigenlijk de coördinator op de meldkamer bij een crisis. En dat was echt een wapenfeit dat het nu eindelijk gewoon permanent geregeld is. De stand van zaken is op dit moment voor de brandweer is dat we eigenlijk op bijna alle onderdelen één hoofdige aansturing hebben. Dat betekent dat er één leidinggevende een team in Flevoland en in Gooi en Vecht aanstuurt. Waardoor je eigenlijk al krijgt dat alle nieuwe dingen in één keer voor twee regio's worden bedacht. En als we knelpunten ervaren in één van beide regio's, dat we dat oplossen met de oplossing van de andere regio. De grootste winst wat mij betreft is efficiëntie, continuïteit. Je hebt meer body om zeg maar full continu er te zijn. En kwaliteit, je zit gewoon met meer denkkracht achter je advisering naar het bestuur toe. We zijn nu in staat om onze plannen ook echt verder vorm te gaan geven en uit te gaan bouwen. COVID zelf is lastig. Ja, dat is echt wel iets waar we bijna dag en nacht mee bezig zijn geweest vanaf februari. En ook, we hebben echt heel veel geleerd in de afgelopen periode. Ook van hoe verschillend we zijn. En ook van hoe verschillend onze regio's kunnen functioneren ten tijde van een crisis. Dus het is geen eenheidsworst wat we moeten doen als GOR. We moeten maatwerk kunnen leveren. En dat is echt een punt wat we hebben geleerd.
Wat mij betreft is het een belangrijke ambitie om de ondersteuning binnen de brandweer te versterken met een gezamenlijk plan voor het opleiden en oefenen, waar nu volop aan gewerkt wordt. Dat is een heel belangrijk fundament. En het tweede element wat ik heel belangrijk vind is ook de operationele informatievoorziening op de voertuigen, om dat op een goede manier voor iedereen goed te regelen. De ambitie is om kwalitatief goed veiligheidsbureau neer te zetten, wat zich in de komende tijd kan doorontwikkelen tot een breed platform voor veiligheidsvraagstukken, waar ook echt klantgericht gewerkt kan worden. Ik beschouw altijd gewoon de maatschappij als mijn klant. En er kan van allerlei crisis in de maatschappij gebeuren. Uiteindelijk is het natuurlijk bestuur de opdrachtgever, maar ook wij doen het gewoon voor de burger, dat wij gewoon een parate organisatie hebben staan die goed voorbereid is op het gebied van vakbekwaamheid en planvorming. Dat als het eigenlijk de bel gaat, dat we er klaar voor zijn. Ik maakte me best wel zorgen. Met al de komende wetgeving, nieuwe taken, Europese wetgeving, dan merk je dat je met elkaar op elk gebied, vaak heb je maar één poppetje per regio, heb je er ook bij de andere regio ook één specialist zitten, dan heb je 1 en 1 is 3. Niet 1 en 1 is 2, want als er eentje wegvalt, kan een ander het overnemen en je kan sparren met elkaar. Teamvorming. Dus er zijn hele belangrijke stappen gezet, maar we zitten midden in dat proces. De piketpaaltjes staan, maar daarbinnen zijn nog aardig wat stappen te zetten.